jullie kijken naar een nieuwe vlog. Welkom, welkom, welkom. Afgelopen week heb ik niks gevlogd. Dat betekent dat ik afgelopen week, ik was nog ziek thuis. Ja, gewoon echt weinig gedaan. Ik vond het niet echt de moeite om te gaan vloggen. Maar ik dacht vandaag, het is nu vandaag vrijdag. Vrijdag? Ja, het is vrijdag. Het is het einde van de week dat ik eigenlijk weer zou gaan vloggen. Ook afgelopen week heel weinig gedaan, heel weinig meegemaakt, gewerkt weer na 3 weken. Het was best chaos op de werkvloer. Er zijn ook 2 bewoners overleden van ik ook wel dacht van wow, dat had ik dus even niet aanzien komen en totaal niet verwacht. Maar goed, het is wel gebeurd. Het is heel triest. Maar ja, in ieder geval is het nu dus voor mij vrijdag. Het is vrijdagavond al, ja, einde van de middag. Ik ben met mijn moeder net even van alles in elkaar aan het zetten geweest, want ik heb dit rek gekocht bij de Action. En mijn kleding, mijn kast die dus daar stond, staat nu daar, mijn bureau staat nu hier. Maar ik heb dus deze kast, of deze rek gekocht, waar ik dus kleding op kan hangen, spulletjes kan neerzetten en schoenen kan neerzetten. Super chill. Ik heb nu een paar witte sneakers eronder gezet, mijn zwarte Adidas en ik denk dat ik deze grijze... Nike's erbij gaan zetten, denk ik. Of mijn witte Nike's. Even kijken. Maar ik ben dus een beetje aan het opruimen nog. Want ik heb hier dus nog een doosje naar beneden moet. En die tas moet even geleegd worden. En ja, opgeruimd worden. Want er zitten ook gewoon spullen in. En dan denk ik van ja, dat gebruik ik nu gewoon niet. Dus dat kan even weg. Verder heb ik vandaag ook iets leuks gehaald. En dat is dit. Dit wilde ik super lang. En heb ik eindelijk... Een Ideal of Sweden case, hoesje. Super tof. Ik ben voor de wit marmer gegaan. Ze hadden een groene en wit marmer of nog één kleur. Maar ik ben sowieso heel erg van het wit met alles. Dus ik dacht, ja, ik ga deze gewoon halen. Dus ik heb hem eindelijk. Super blij mee. Trouwens, als ik zo achter mijn bureau zit, moet ik zeggen dat ik hier best wel heel erg chill zit. Ik heb goed licht. Ik kan uitkijken naar buiten. Ik kan naar mijn tv kijken als ik aan mijn bureau zit. En achter me gebeurde toch niet zo heel veel. Dus ik ben eigenlijk wel blij hoe het nu staat. Alweer anders, maar goed. Ik heb een bericht gekregen op TikTok. Wat was dat? Oh, iemand heeft mijn TikTok geliked. Ik heb trouwens pas deze TikTok gemaakt. Ik vind hem zo leuk. En koffie. You don't need coffee. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Ja. Yeah. Ik vind hem zo leuk. You don't need coffee. Maar ik ga, het is dus nu 4:15 alweer. Ik ga even eten maken beneden en dan ga ik even douchen. Even mijn haar wassen, want het is best wel vettig. En dan ga ik daarna gelijk lekker in chill kleding en lekker, ja, lekker chillen, relaxen. Mijn gemakje houden, want er is op zich verder niet zo heel veel meer te doen. Dus ik ga lekker even mijn gemak houden. Maar ik ga eerst even kopen. Ik heb chipolata worstjes met een aardappeltje en wat groenten. Dus het komt helemaal goed. Oké, jongens en meisjes. Ik heb inmiddels avond gegeten. Gedoucht. Mijn haar is lekker. Weer gewassen. En weer lekker fris en zacht. Want dat is echt heel vies en vettig. Maar ik ben ook omgekleed. Ik heb dit topje aan. Zwarte chillbroek. En ik heb alles klaargelegd voor morgen. En... ik ga zo lekker in mijn bed liggen. Alleen, het is heel jammer, want ik probeer dus nog steeds Natuska aan de lijn te krijgen. Want die is vandaag jarig, die is vandaag 29 geworden. Maar Ashley en ik hebben haar dus een cadeau opgestuurd via Grit. Dat heeft ze inmiddels binnengekregen. Maar dat mag ze van ons pas openmaken als ze ons belt. En nu is het zo dat ze het... ze is dus bezig of zo en ze heeft ons dus nog steeds niet gebeld. Maar het is nu al 8 uur. En het wordt nou een beetje vervelend. Ik snap dat ze bezig is, maar het was rond 1:05 al binnen. We zijn nu 3 uur verder. Dus weet je, ze kan, laat mij gewoon even gauw bellen, openmaken. Leuk, gezellig en dan klaar. Maar schijnbaar is ze nog steeds druk bezig. Dus dat is heel vervelend. Maar goed, in ieder geval, ik ga nog even TikTok opnemen. Daar heb ik zin in. En verder niet zo heel veel eigenlijk. Ik ga zo, ik ben omgekleed, maar ik ga zo lekker in mijn bed liggen. Ik zit trouwens lekker YouTube te kijken achter mijn laptop. Ik vind het toch wel leuk om zo te zitten. Dus dat is wel eigenlijk heel erg tof. Dus ja, ik ben trouwens echt zo blij met dit rek.
Het staat zo leuk. Ik vind het echt heel tof. Ik kan er ook gewoon op zitten, maar het is best stevig. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar goed, ik ga even een video kijken. Ik heb net koffie gedronken. Cafeïnevrije koffie. Want als ik nu geen cafeïnevrije koffie ga drinken, dan slaap ik vannacht niet meer. En dat wil ik niet. Dus ja, dat. Ik ga even YouTube kijken. Goed, het is inmiddels 9:15. Bijna. Het is bijna 9:15. Mocht je vragen, wat heb je voor leuke achtergrond? Danny Doorland heeft deze zojuist geplaatst op Instagram. En ik dacht, wow, die is echt super cute en super artistic. Helemaal leuk. Ik dacht, screenshot hem. Doe een beetje chocomelis achtergrond. Ik vind dat leuk. Ik heb trouwens even een slaaplekker thee gezet. Ik heb trouwens net ook een poster over gemaakt op Insta. Ik heb even mijn fles gevuld met een heel klein beetje Rivella. Oftewel een soort frisdrank met prik. En ja, ik dacht, ik heb geen zin meer in koffie, want dan ga ik niet slapen. Ik ga dit lekker opdrinken en ik ga even mijn melatonine op mijn tong sprayen. Melatonine is zeg maar een stofje, of een, in mijn geval slaapmiddels, verkopen ze niet meer. Dus dit is echt de late spray die ik heb. Melatonine is eigenlijk een soort ontspanningsmiddel, waardoor je heel rustig wordt. En ik ben s'avonds altijd heel erg onrustig en heel druk. Dus eigenlijk merk ik dan wel dat het voor mij gewoon heel erg relaxed werkt. Die melatonine spray, ik word er echt heel rustig en slaperig van. Dus dat is top, alleen hij is dus bijna op. En dat is echt super rot en super naar, want ik kan het dus nergens anders meer vinden. Maar misschien dat ik het ooit nog tegenkom. Ik ga in ieder geval zo ook lekker slapen. Ik ben echt wel moe al, dus ik ga mijn thee lekker opdrinken en mijn melatonine sprayen. En dan duik ik lekker mijn bed in. En dan is de dag voorbij en is morgen zaterdag, jongens, morgen weer werken. Ik ga jullie lekker meenemen de komende 2 dagen en dan gaat deze vlog al maandag online. Want er was nog wel wat online staat. Goedemorgen, ik ben wakker jongens. Ik ben net even gewassen en aangekleed. Ik ga nu even koffie zitten. Goed, en ik ben helemaal klaar. Het is inmiddels 6:13. Ik ben helemaal klaar. Ik heb een sheet t-shirt aan, een broek aan, schoenen aan. Helemaal donker vandaag eigenlijk. Maar dat is ergens wel heel erg lekker. Ik heb koffie. Ik ga even opdrinken. Mijn bed, alles is opgemaakt en rechtgetrokken. Dus dat is helemaal top. Ik ga even nog een YouTube video kijken. En dan ga ik naar beneden. Dan ga ik mijn boterham en mijn tas doen. Mijn schoenen staat alles klaar. Mijn moeder heeft gisteren mijn brood even klaargemaakt, dus dat is super fijn. Daarentegen heb ik gisteravond gekookt, dus voor wat hoort wel toch, zo helpen van elkaar. Ik ga nog even mijn drinkfles vullen. En dan ga ik zo naar het werk toe. Alleen een uurtje later daar dan dat eigenlijk hoort. Omdat het zaterdag is en de bussen en metro's rijden dus anders en op andere tijden. Dus dat is heel jammer, maar goed, in ieder geval ga ik nu eventjes rustig mijn koffie drinken. En over een kwartiertje ongeveer ga ik de deur uit. Top! Oké, goed. Ik loop net de deur uit en gelijk gaan de oordopjes al in. Het is namelijk dus nog echt best wel donker. Het valt mee, het licht komt wel langzaam aan door. Maar het is wel dat ik denk, nou, het is donkerder dan ik had verwacht. Maar goed, het komt verder helemaal goed. Ik ga nu in ieder geval onderweg naar de metro. Goed, ik dacht me net in 1 keer. Kijk, nu bijvoorbeeld, ik loop onderweg naar de metro, dus ik heb vaak een podcast opstaan. Maar is het misschien niet eens leuk om binnenkort weer eens een morning- en avondroutine te doen? Maar op een complete werkdag. Want op zich zien mijn morning routines er hetzelfde uit als ik vrij ben. Alleen is mijn uitslaaptijd iets langer dan 5 uur. Maar is dat geen leuk idee? Dat lijkt mij wel een goed idee. Dus hebben jullie behoefte aan een nieuwe morning routine? Maar gewoon weer echt als voorheen, dus gewoon vlogstijl. Alles van top tot teen laten zien en vertellen. Laat het dan even weten in de reacties. Ik ben buiten adem. Dat is misschien wel een goed idee.
het idee tenminste. Dus ja. Dit is trouwens morgen het stuk wat ik moet lopen. Fucking creepy. Maar echt. Maar goed. Vooruit. Zometeen moet ik een andere weg lopen. En toen ook normaal loop in brillen. Dus eens kijken hoe dat gaat. Goed, ik ben inmiddels aangekomen in het Spijkeniscentrum. En ik ga nu naar mijn bus toe die er al staat. Ben ik heel blij, het is de enige bus die hier staat. En dan moet ik toevallig ook gelijk hebben. Dus daar gaan we nu naartoe. Goed, inmiddels uit de bus, onderweg naar het werk. Het is al licht buiten. Daarachter komt de zon heel langzaam op voor wat de zon mag zijn eigenlijk. Het ziet er nog niet heel erg kleurig uit vandaag. Maar goed, ik ben lekker aan het doorstappen, want ik ben natuurlijk al later. En ik wil dus niet nog later komen en ik moet dan nog plassen. Dus dat ga ik zo eerst even doen als ik aankom. De uitzendkrachten die vandaag op beide afdelingen zouden staan, zijn er niet. Dan loopt er iemand achter mij. Die op dezelfde kant op gaat. En ze lijkt zorgkleding aan te hebben, dus ik hoop dat dat ze is voor onze afdeling. En dan moeten we de andere afdeling maar even helpen of zo vandaag. Ik weet niet. Ik weet het anders ook niet. Maar goed, in ieder geval. Ik ga zo naar de poort door. En dan ben ik er alweer bijna. Het zit daarachter helemaal. Dus komt goed. Goed, het is inmiddels avond. En ik ben thuis weer. Even lekker gewandeld buiten. En even lekker buitenshuis gegeten. Maar ik ben inmiddels trouwens ook thuis van het werk. Want dat heb ik natuurlijk ook gedaan vandaag. Maar ik lig lekker in mijn bed. Want ik ben best wel heel erg moe nu. Dus ik ga lekker slapen. Als je trouwens vraagt waarom er 3 kussens liggen, don't blame me. Ik ga eventjes de nieuwe aflevering van H3O kijken, want als het goed is staat hij online. Dus ik ga kijken en daarna ga ik lekker slapen. Het is trouwens 9 uur of zo. Het is best vroeg. Even spieken. Het is 10 over 9, dus het is best vroeg. Maar ik... Ik ga slapen daarna. Want morgen staat mijn wekker gewoon weer morgen vrij. Maar morgen staat mijn wekker wel gewoon weer vroeg. En dat is dus met reden dat ik me gewoon wel aan de tijd wil houden die waarin ik normaal vaak opga als ik moet werken. Maar goed, genoeg gekletst. Ik ga nu slapen en ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Inmiddels ben ik al een behoorlijk tijdje wakker. Ik was om 6:30 wakker. Mijn wekker stond 6:15. Ik ben 6:30 eruit gegaan. En het is nu al veel laat, want ik heb echt al 3 video's geëdit. Het is 9:15, maar mijn camera was leeg. Dus die moest ik eerst even opladen. Ik zit dus eigenlijk vanaf 6:30 al in een topje, een chill legging, broek, sloffen. Echt al helemaal gewassen en aangekleed. Alleen mijn gezicht heb ik nog niet gedaan. Tenminste, nog niet skincare en dat soort dingen. Ik heb het wel gewassen. Ik heb het opnieuw open. Want die was net ook leeg. Dus ja, ik ben al lekker bezig, jongens. Ik heb vanmorgen in mijn eigen kamer koffie gezet. Nu heb ik even koffie van beneden gehad. Mijn pa was wakker, die had een potje koffie gezet. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Dus dat heb ik lekker even gedronken. Ik doe even mijn vest aan. Dit is een vest / jas, maar ik ben een klein beetje fris, dus ik doe deze even aan. Iedereen vindt het op een badjas lijken, maar ik vind het eigenlijk gewoon best een heel leuk vest. Maar er zijn de meningen dus schijnbaar over verdeeld. Deze moet ik terug in mijn kast. Ik vind het echt gewoon een leuk vest. Het is gewoon een vest, maar sommigen vinden het meer op een badjas lijken. Nee. Eerst een mening, toch? Maar goed, ik ben dus eigenlijk de hele ochtend al bezig. En dat bevalt me eigenlijk wel. Het gaat best goed. Ik ben
best leuk dat we lekker bezig zijn 's morgens. Dus ik ben echt helemaal in mijn hum. Oh, dan gaat de laptop weer uit. Oh, niet, gelukkig. Ik ben niet moe hoor, maar ik moet altijd 's ochtends heel veel gapen en plassen. Maar goed, ik ga even nog een paar dingen afronden voor één video. En dan weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen, want ik heb helemaal geen plannen vandaag. Dus het was gisteren en denk ik, oh, wil jij in plaats van zondag maandag werken? Ja, tuurlijk. En dan denk ik, oh wacht, het is zondag, ik kan helemaal niks, alles is dicht. Nou, goed, maar ja, ik ga nog even dingen afronden voor een video. Oké, goed, ik heb nog een kop koffie. En dit plekje haar is zo irritant. Dit blijft continu maar zo naar buiten staan. Minder meer, hoop ik. Ik ben dus inmiddels koffie aan het drinken. En ik zit lekker achter mijn laptop een beetje video's te bewerken nog en dingetjes te regelen. Ik kom er net dus achter dat ik dus volgende week 3 dagen cursus heb. Dus dat is iets wat ik dus niet had verwacht eigenlijk. Ik ga nu even inloggen in mijn werk, mail en administratie. Zodat ik even mijn rooster kan overnemen op papier. Omdat ik ook niet weet welke dagen, welke tijden ik precies de cursussen heb en wanneer ik moet werken, want alles staat gewoon in één rooster als werk. Dus ik moet even goed gaan kijken hoe wat daarmee is. En verder heb ik dus eigenlijk niet zo heel veel te doen, dus ik ga dat nu even in een documentje op mijn telefoon zetten. En dan ben ik helemaal happy. Even mijn telefoon loskoppelen. Die hangt dus standaard aan de lader, maar ja, hij is dus gewoon helemaal vol, dus het heeft geen zin eigenlijk. Ik ben trouwens nog steeds zo blij met mijn hoesje, jongens. Echt super. Maar ik ga dit dus nu eventjes doen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Mijn moeder wou vandaag een meidendag houden. Super gezellig. Ben ik echt heel benieuwd wat ze daarmee bedoelt. En wat ze dus wil gaan doen. Dus daar heb ik wel zin in vandaag eigenlijk. Ik heb trouwens mijn weekend trui. De tante heeft deze in het rood. Echt super leuk. Maar ik dacht ik ga deze trui lekker aan doen vandaag. En ik ben me trouwens wel even gaan omkleden. Ik heb gewoon een zwarte spijkerbroek aan nu. Omdat als ik Joris kleding aan heb, voel ik me vaak gewoon heel chill. En dan heb ik nergens zin in. Echt relaxed. En zodra ik gewoon normaal gekleed ben, gebeurt er veel meer op mijn dag. En komen er ook veel meer dingen af. Dus ik dacht, ik ga gewoon een spijkerbroek en een trui doen. In plaats van in chill kleding. Ik vind het heerlijk om s'avonds lekker in chill kleding te lopen. Maar als ik vrij ben, kleed ik me vaak gewoon normaal aan. Omdat ik dan ja, veel meer van mijn dag kan maken en doen. Eigenlijk dan normaal. Maar goed, ik ga eventjes gauw op mijn werk, mail en dingen kijken hoe wat dat zit met de scholing en de cursussen. Want, goede vraag. Goed, inmiddels heb ik net even boodschappen gehad met mijn ouders. Tenminste met mijn vader. Mijn ma is hier gebleven. En is het nu tijd om deze vlog te gaan editen, zodat hij morgen online kan. Het is nu 3:15. En op zich... Ik kan jullie hier neerzetten. Zo. Op zich allemaal wel heel erg chill. Ik ga even editen, deze vlog. Verder gebeurt er denk ik nu toch niet zo heel veel. Ik ga zo meteen alvast even mijn kleding klaarleggen voor morgen. En... Ik
weet niet eigenlijk. Verder niks. Vanavond even brood klaarmaken voor morgen. Maar op zich vandaag, ik heb echt geen plannen. Gewoon helemaal niks. Dus, ja. Dat is eigenlijk... Maar goed, ik ga de vlog hier afsluiten. Volgende week wordt een experimentweekje. Ik ga namelijk van maandag tot en met zondag, dus de hele week, om 4:15 op. En nu twijfel ik, want ik heb avonddienst volgende week, of ja, volgend weekend. Dus dan ben ik wel heel erg laat op. En om dan zo vroeg op te gaan, dan kom ik ook niet echt aan mijn rust. Dus misschien dat ik van maandag tot vrijdag gewoon om 5:00 opga en het weekend gewoon wel wat langer blijf liggen. Omdat, ja, ik wil dan ook wel gewoon een beetje aan mijn rust komen. Dus je kan volgende week maandag een vlog verwachten waarin ik dus een experiment ga doen. En eigenlijk de hele week om 4:15 opga. Want het is eigenlijk op de dagen dat ik moet werken ga ik om 5:45 op ofzo. Tenzij ik met de bus ga. Dan ga ik wel eerder op. En als ik vrij ben, blijf ik vaak gewoon liggen. Dan gaat mijn wekker wel af, zet ik hem uit. Maar blijf ik vaak gewoon echt liggen tot 8:00 of 9:00. Dan was ik vanmorgen wel vroeg eruit. Maar ik wilde ook dingen doen. Maar eigenlijk blijf ik vaak echt liggen als mijn wekker gaat. Dan ben ik wel wakker, maar dan blijf ik liggen. Maar ik wil er nu ook gewoon echt uit. Ik wil kijken wat het met mij doet met mijn gezondheid. Misschien ga ik me er fitter door voelen als ik niet heel onregelmatig slaap. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je aan de tijden houdt waarop je slaapt en niet aan of je nou later of vroeger gaat slapen of eruit gaat als je maar een bepaalde tijd houdt dat je slaapt en dat je rust pakt. Maar ik ga gewoon heel erg proberen. Ik ben ook helemaal niet zo'n laat oplijver, dus het wordt een uitdaging, want ik ga nu natuurlijk ook niet zo heel vroeg naar mijn bed. Als ik heel vroeg opga, want dan slaap ik weer te lang. Of ik ga niet te laat naar mijn bed, omdat ik dan weer vroeg op moet. Dat bedoel ik eigenlijk. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dat verloopt. Wil je nou weten hoe dat afloopt? Kijk dan in volgende week maandag de nieuwe weekvlog. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Als je meer van me wilt zien. En jongens, we zijn weer terug. Dus we gaan er weer tegenaan. Tot volgende week.